Ik ben Stefan en ik heb samen met Tjerk Melgers en Sid Duit weer Korrelfilm opgericht. Wij zijn al drie uit het jaar van 2016 audiovisueel ontwerpen op Willem Koning Academie. Inmiddels is Tjerk is gaan freelancen, dus ik run de boel nu met Sid. Korrelfilm is in de basis een filmproductiehuis, maar we vinden het wel leuk om het een en ander wel wat breed aan te pakken. Maar goed, we doen wat veel filmproductiehuizen doen, doen wij ook. We maken documentaires, we maken korte films, speelfilms. En daarnaast doen wij een aantal projecten die voor mijn gevoel, iets verder buiten het traditionele filmgebied vallen. En zoals met dat voorbeeld dat we samen met Erasmus Universiteit, of Erasmus University College, moet ik zeggen, een programma hebben ontwikkeld waarin we studenten eigenlijk begeleiden en helpen om hun onderzoek in filmvorm te doen. Dus in de vorm van een documentaire. Ja, dat soort dingen vinden wij ook echt heel erg leuk. We hebben best wel veel een hart voor de medium film sowieso. En wat dat je kan bieden in je ontwikkeling ook als persoon. Je moet echt aardig wat, weet je, om goed zo'n film goed in elkaar te zetten, moet je heel veel organiseren, heel veel samenwerken, heel goed communiceren, et cetera. Naast dat je natuurlijk moet filmen en die dingen. Maar valt eigenlijk altijd wat te leren en wat uit te halen. En dat soort dingen kunnen we dan kwijt in dat soort projecten. Ja, en die liefde voor film ook te delen, zeg maar, met anderen. En die liefde voor het proces met name. De KAF van Korrelfilm zit wat mij betreft in het team. Sowieso een superleuk team. En het bestaande uit gewoon een vaste editor, Kaylee, een vaste editor, Sid, vaste regisseur, Marieke, een vaste producer, Nienke. En ikzelf, ik regisseer dingen en ik doe ook camerawerk en daarnaast ook allerlei organisaties en dingen. Maar gewoon die hechte groep en die vaste groep ook is denk ik wat wel gewoon maakt tot wat het is. En dat we goed op elkaar ingespeeld zijn en op die manier leuk en goed kunnen werken. Ja, ik ben eigenlijk begonnen op een fotografieopleiding hier in Rotterdam van de fotovakschool, voordat ik naar de kunstacademie ging. En ik weet nog dat zij hadden een hele korte module film om je een soort van, even in te leiden van, dit is ook iets wat je, weet je wel, waar je iets mee kan. En ik weet nog dat ik dat toen heel leuk vond. En ik was sowieso, ik hield van films. Ik ging graag naar de bioscoop, et cetera. Dus dat zat er natuurlijk sowieso al in. Maar ook dat stukje, die vertaling of die doorzetting van fotografie eigenlijk richting film. Ja, dat vond ik helemaal te gek. Dat heeft me toen echt gepakt. En daarom ben ik toen ook met wat ik dan daar bij die fotografieopleiding gedaan heb. Ik ben daar toen afgestudeerd met een film ook in plaats van een fototentoonstelling. En met dat avontuur ben ik eigenlijk naar de kunstacademie gegaan van mag ik dit niet hier komen studeren bij jullie om dat verder uit te bouwen. Van het een kwam het ander en nu zit ik hier. Ik denk dat hetgeen wat mij drijft, echt persoonlijk, bijna in alles wat ik doe gewoon iets nieuws ontdek of iets nieuws leer en dat het liefst in groepsverband doe. Dus dat we ons samen ergens in gooien en dat we dan hopelijk iets ontdekken. En ik denk, op die manier duw ik mezelf eigenlijk de hele tijd dingen in en naar voren. En maar op die manier hoop ik ook dat we gewoon de hele onderneming, eigenlijk heel Korrelfilm, naar voren kunnen blijven duwen. En ik probeer ook iedereen aan te sporen van, heel soms zit je als mensen dan even zitten van, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben en blablabla. Dan zeg ik, wat kan je proberen? Wat is er iets nieuws wat je wil leren? Wil je iets ontwikkelen? Wat mij betreft kan het alles zijn. Ik weet wel, om maar weer een soort van vonkje te zien ergens. Ik denk dat het heel belangrijk is. Een soort van de wil iets te leren, nieuwsgierigheid. En die nieuwsgierigheid op een of andere manier te manifesteren.